Hartelijk welkom bij weer een video over laser graveren. Je zou verwachten vandaag het zesde deel van onze update serie, maar niets is minder waar dan dat. Deze video gaat over een evenement waar ik gisteren geweest ben. En degene die daar geweest zijn en de organisatoren die deze video zeer zeker zullen zien. Ik wil jullie nogmaals enorm bedanken voor dat ik bij jullie mocht zijn. En dat ik een hele bijzondere dag heb mogen beleven, ook een zeer emotionele dag. Maar ik ben daar wel blij omdat ik dat soort dingen in mijn levensbagage mag meenemen. Ik ben te gast geweest gisteren op een evenement in het Belgische Capellen, net boven Antwerpen. Waar op een winkelcentrum een evenement plaatsvond, ik dacht voor de derde keer inmiddels, genaamd Mode Meets Capellen. Mode Meets Modelbouw. Sorry. Heel erg dit. Ja, Mode Meets Modelbouw. En dat is een heel bijzonder evenement. Het is op een winkelcentrum. En wat daar gebeurt is dat er zijn een aantal modelbouwclubs en een aantal mensen die zich met modelbouw bezighouden. Maar ook wat lasergraveerders en iemand met een, wat ze noemen een cameo. Dat is eigenlijk een multifunctioneel hobbyapparaat waar je mee kunt printen, snijden, tekenen. Bedenk het maar, laseren natuurlijk ook. En op dat evenement, kun je van alles en nog wat zien. Van kleine treinen tot grote treinen, grote boten, grote vliegtuigen, alles modelbouw, grote vrachtwagens. Met name de vrachtwagens, een heel groot parcours uitgezet met vrachtwagens. Een club uit het Antwerpse die zeg maar meerdere afdelingen heeft met treinen, met boten, met vrachtwagens, noem het maar op. En die zeg maar daar een assortiment van kleine mini-stad, mini-industrieterrein neergelegd hebben en daar met vrachtwagens rondrijden. En dat is ontzettend leuk om te zien. En de dingen die je daar ziet, want het evenement, en dat is ook waarom ik deze video maak, het evenement heeft nog twee zaterdagen te gaan. Ik ga er niet zijn die twee zaterdagen. Je weet, ik ben werkloos en de afstand naar België is voor mij toch een flinke grote en kost erg veel benzine met de huidige prijzen. Dus ik heb de afspraak om er één zaterdag geweest te zijn en dat was gisteren. Maar de volgende week zaterdag, dat is dus 19 maart en ook op 26 maart, is gedurende de openstellingstijd van dit winkelcentrum. En even uit mijn hoofd is dat van 9 tot 6 of 10 tot 6, ik dacht 9 tot 6. Is dat hele winkelcentrum is een beetje in de sfeer van modelbouw. En zo is er bijvoorbeeld een kleine club die met 3D-printers daar staat en bijvoorbeeld legervoertuigen maakt, maar ook jeeps en dat soort dingen. En daarmee over een vrij ruig parcours rijden, hè? Zelfs over draad en dat soort dingen. Maar er is ook een hele kleine club met drones die in een afgesloten winkel zeg maar kinderen met drones laat vliegen door een parcours. En het is ook een van de redenen, denk ik, waarom het evenement gehouden wordt. Evenement wordt gehouden onder andere ook omdat het winkelcentrum toch wel te lijden heeft ook. En dat zal te maken hebben met de coronapandemie en de tijd waarin we leven. Met veel leegstand, veel winkels die leeg staan, wat natuurlijk heel erg jammer is. En het is fijn dat zo'n winkelcentrum ook meewerkt om een evenement te organiseren waarbij een aantal zaken samenkomen. Dus zowel de mode, als ook de modelbouw, als ook gewoon het winkelcentrum. En ik moet je zeggen, de organisatie heeft kosten nog moeite gespaard. En ervoor gezorgd dat ik daar een hele goede dag gehad heb. En met heel veel mensen heb kunnen praten, heel veel mensen ontmoet heb. Ook kinderen, maar ook volwassenen natuurlijk. En ik kan alleen maar zeggen dat het de moeite waard is. Ik ga zometeen wat video's laten zien en wat foto's laten zien. Het is niet extreem veel materiaal, want ik had er de tijd helemaal niet voor. En je moet je realiseren dat heel veel van de zaken die die modelbouwers daar gebruiken, is allemaal zelfbouw. Bijvoorbeeld de schepen die je gaat zien in de foto's die ik toon, dat zijn zelfgebouwde schepen. Dus dat is niet een bouwpakket wat je even in elkaar zet. Ja, die mensen zijn er ook. Maar daar zie je vooral zelfgebouwde modelbouw. En dat is geweldig. Kijk, ik kan mezelf creatief noemen, maar iemand daar zei terecht,
van ja, jij bent creatief in het ontwerpen, maar het maken doet het apparaat het. En hij heeft gelijk natuurlijk. Hij heeft volstrekt gelijk. Dus mijn creativiteit beperkt zich tot het ontwerpen. En het maken doet het apparaat. Maar wat zij doen is werkelijk zelfs het zeil zelfs maken. Bij ons naast waar ik zat was een machine waarmee zij als het ware de aanlegkabels en zo maakten voor schepen. Dat deden ze zelf vlechten en dat soort dingen meer. Wauw, echt niet normaal. Maar ook bij vliegtuigen, de ribben van de vleugels worden door de mensen zelf gemaakt. Het is werkelijk subliem. En ook geen kleine autootjes of dingetjes. Daar zaten vliegtuigen bij, die waren net zo groot als mijn bankstel. En die vrachtauto's waren, een aantal van die vrachtwagens waren een meter of langer. Ja? En daar werd gewoon mee gereden. En ontzettend leuk om te zien. Ik zou je dus van harte willen aanbevelen om daar naartoe te gaan. Kapellen, net boven België. Het is heel gemakkelijk te bereiken als je de autobaan van Breda naar Antwerpen neemt. Dan afslag 5. Je moet nog 4 kilometer of zo door wat dorpjes heen. Een beetje oppassen met camera's en dat soort dingen meer. Maar ook met de burgers natuurlijk. En één bijkomend voordeel, zeg ik gelijk op dit moment. De benzine in België is ongeveer 45 cent goedkoper dan in Nederland. Dus je kunt ook nog even flink aftanken als je dat wilt. En omdat je niet direct in het grensgebied zit, sta je niet in een wachtrij van 2 kilometer. Want je bent een kilometer of 25, 30 van de grens af. Ja. Ontzettend leuk om mee te maken. Hele lieve mensen. Om de hoek zit een geweldige chocolatier. Valentino's. Ga er vooral naartoe. Ga pralinen halen, Belgische bonbons. Dankjewel. Gunther, dankjewel Bart, dankjewel allemaal in België voor de geweldige gastvrijheid en geniet van dit paar filmpjes en de paar foto's die ik maar heb, maar dat geeft niks. Nogmaals dank. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Dag. Is goed.